Het zou zomaar kunnen dat ik vandaag alleen overblijf, want ik heb namelijk een brandweerman te gast. Zou je jezelf misschien voor kunnen stellen? Jazeker. Ik ben uh, Michael Verschijk, ik kom uiteraard uit Bergheim. Uh, ik ben postcommandant van uh, Brandweer Berghem. Oké. Okay. Um, Brandweer Berchem, uh, bestaat dit jaar alweer 75 jaar. Um, sinds wanneer zit jij erbij? Ik zit inmiddels, uh, in september ben ik 25 jaar bij de brandweer en uh, samen met twee andere collega's uh, van mij, uh, Ronnie Jongenelen en Theo van den Kamp, die er onlangs ook nog is uh, geweest, heb ik begrepen. En uh, ja, zo weer 25 jaar geleden dat ik uh, destijds bij de brandweer uh, begonnen ben. Dat is correct. En um, hoe ben je, je daarbij gekomen? Laat ik nou bij de brandweer beginnen. Hoe, uh, hoe is dat toen de tijd gegaan? Dat is inderdaad al heel lang geleden. Ik werkte toen bij Jan van Aalst als klein mannetje. En ik was toen 17 of 18 jaar oud. En ik vond het wel leuk wat Jan van Aalst deed. Die was toen postcommandant van, of commandant van brandweer Berghem. En ja, ik heb toen een keer aan hem gevraagd, van, kan ik niet ook bij de brandweer komen? Maar ja, toen was ik nog maar 17, 18. Dus dat ging toen nog niet. Maar een enkele jaren daarna, toen uh, kwam er een plaatsje vrij bij de brandweer en uh, toen zei hij van nee hey, jij had toch uh, gevraagd dat je brandweer wil, uh, bij de brandweer wou. Ik zei ja klopt, nou, nou, is er, uh, nou heb je die kans. Nou ja, en toen heb ik uh, gesolliciteerd en uh, toen ben ik dus tegelijkertijd met uh, mijn andere collega's uh, begonnen. Dus dat is alweer uh, 25 jaar geleden. In die 25 jaar bij de, uh, bij de brandweer moet er ontzettend veel gebeurd zijn en ook veranderd zijn. Um zou je iets over die afgelopen 25 jaar bij de brandweer Berchem kunnen vertellen? Uh, ja, dat is, nou goed, er is heel veel gebeurd in 25 jaar. Ik heb, uh, ja, best wel, toen ik erbij kwam waren er natuurlijk heel veel uh, andere brandweerlieden waar ik ontzettend tegenop uh, keek. Die, al die oude brandweermannen, om het zo maar te zeggen. Uh, en uiteraard zijn de meesten daarvan nu uh, of gepensioneerd. En, uh, maar goed, we kennen er uh, vast nog wel een enkele: uh, ja, Jan van Naalsand en uh, Brod de uh, Jan Boeye, Henk Boeye ook nog, uh, die is daarna commandant uh, geworden toen ik er eigenlijk bij kwam, was Henk Boeye commandant. Dus inmiddels alweer, uh, even kijken, dat is tien jaar geleden dat hij uh, vertrokken is en dat ik zijn plaats uh, heb overgenomen. Uh, ja, zo hebben we heel veel mensen inmiddels bij de brandweer gehad. Toen bestond onze ploegdenk uit uh, 21 personen en dus is in de loop van de tijd altijd een beetje op de 20 uh, blijven steken. En nu, op dit moment, zitten we dan met 18 personen in onze, in onze post. De afgelopen 25 jaar denk ik veel uh, mooie dingen meegemaakt, ook vervelende dingen. Zou je daar een voorbeeld van voor kunnen geven, van beiden? Ja, nou ja, kijk, uh, je bent brandweerman en wat doe je dan het liefst? Ja, brandjes uh, belusten, want dat is toch hetgeen waar het een beetje om draait. Ondanks dat het voor de persoon die het betreft uh, ja, toch uh, nare gevolgen kan hebben. Maar in die zin is het voor ons uh, ja, leuk werk om uh, te doen. Uh, aan de andere kant, uh, ongevallen bijvoorbeeld, ja, dat blijft altijd uh, lastig. De, de, met een ongeval als er alleen een schade is aan voertuigen of uh, ander materiaal, dan valt het allemaal best mee. Maar als er persoonlijk letsel is, dat is natuurlijk het minste wat we graag willen hebben. Maar ook dat komt uh, voor. Uh, mensen die daar toch flinke verwondingen hebben, dat, uh, dat kan voorkomen inderdaad. Maar goed, we proberen alles uh, zo snel mogelijk in werking uh, te, uh, te stellen. En, uh, zo snel mogelijk in het voertuig te zijn. Zodra onze pieper gaat, dan is de kwestie van alles laten vallen, de auto instappen, naar de kazerne rijden, zo snel mogelijk het, het voertuig in en vervolgens naar het uh, plaats des onheils uh, vertrekken om daar uh, of een brandje te blussen, of een ongeval, of iets uh, dergelijks uh, te klaren. Jullie zijn allemaal vrijwilligers, um, maar toch zitten er best wel wat verplichtingen, uh, verplichtingen aan jullie. Uh, ja. Jullie werken bij de brandweer. Ja, correct. Uh, zodra als de, de pieper, de Simmerfoon, uh, zeg maar gaat en dan komt er komt een uh, berichtje op, dan is het echt alles laten vallen en uh, zorgen dat je zo snel mogelijk bent. Het kan zijn dat er personen bij zijn die bijvoorbeeld wat verder weg uh, werken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. We proberen uiteraard mensen te hebben die dichtbij werken en dichtbij wonen. Maar in de loop van de tijd kan het zijn dat iemand zeg maar, uh, van baan is veranderd. Uh, die regels zijn tegenwoordig uh, trouwens ook aangescherpt. Dus als je dan zeg maar. Van baan gaat veranderen en je gaat buiten het uh, uitdrukgebied, uh, zeg maar, uh, uh, werken of wonen, ja, dan kan het niet meer, dan kun je niet meer bij de brandweer blijven. Um, maar in ieder geval, het is de bedoeling dat je dan inderdaad zo snel mogelijk bent. Uh, de verplichting is dan dat je gewoon uh, komt als je kunt, en uh, ja, 90% van de gevallen dan, uh, dan is dat ook zo. Um, we hebben dus inderdaad uh, 18. Uh, Personen op dit moment en met die 18 personen gaan we ervan uit dat er in ieder geval een opkomst is van minimaal 6 personen. Dan kunnen we met het voertuig weg en in bepaalde gevallen, dat is helemaal nieuw vanwege de bezuinigingen, krijgen we een flexuitruk. Op het moment dat het een flexuitruk is, dan mag je met 4 personen zeg maar, naar de brand gaan. Houdt in dat ze dan bij de alarmcentrale hebben ze dan een, kleine, een melding gekregen van een kleine brand, een buitenbrandje of net wat dan ook. En dan staat er flexuitruk. En dan mag je zeg maar in plaats van dus met zes personen uitdrukken, mag je dan zeggen van ik ga met vier personen omdat het een flex uitdruk is. Ja. Dus dan ga je met z'n vieren zeg maar, de brand uh, blussen of ja, meestal is het dan een brandje blussen of net wat er dan ook uh, aan de hand is. Meestal is het geen ongeval, laat ik het zo zeggen, want dan ga je toch minimaal met uh, zes personen. Oké. Okay. Je zegt net op het moment dat de pieper gaat is alles laten vallen. Ik kan me voorstellen dat dit vrijwilligerswerk toch wel een impact heeft. ...heeft op je, op je op het dagelijks leven. Klopt. Um, ja, daar ben ik recent eigenlijk toch wel ook achter gekomen... Dat, uh, ...dat je toch eigenlijk dag in, dag uit bezig bent met dat brandweergebeuren. Uh, continu in de in achterligging gedachten van... ...hé, hey, het kan zijn dat ik nu een, 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 een oproep uh, krijg. Ja. Dus ga je een keer wat verder weg, dan denk je van... ...oké, okay, hoe kan ik dan het beste zo snel mogelijk van deze plaats naar de andere plaats uh, uh, gaan... Um, Tenzij je zegt van nou ik heb bijvoorbeeld een keer, een, uh, we zijn twee weken geleden een, een uitje gehad naar de bos toe. En uh, dan ga je naar je collega's toe en ik zeg ik ben uh, dit weekend uh, ben ik er niet. En dan uh, houden jullie er rekening mee, ja ik ben er wel. Dus dan uh, vervolgens dan kun je dat met elkaar sparen en dan uh, is dat ook opgelost. Als we een keer echt een, uh, uh, iets georganiseerd hebben vanuit uh, de... Van, vanuit de personeelsvereniging bijvoorbeeld, dat we een keer ergens naartoe gaan vanwege een uitstapje, dan wordt er een zogenaamde THW uh, ingesteld, dat is een tijdelijke alarmeringswijziging. En dat houdt in dat uh, de andere posten weten dat uh, jullie dan, of wij dan, op dat moment niet inzetbaar zijn. En dan komt er een andere post uh, naar deze locatie toe. En dat is dan, op het moment dat ze dat weten, is dat, uh, ja, dat scheelt dat qua tijd uh, uh, ja, misschien één à twee minuten. Maar dan zijn ze in ieder geval wel al op de hoogte. Hoe groot is jullie uitdrukgebied? Ons dat reikt vanuit de Koolwijk eh, tot aan richting Mege, eh, het einde van de Megense baan ongeveer, een, ik denk een 200 meter bij de Rotonde, tot aan Jacobus Spoelstraat in Os, tot aan eh, zeg maar Praxis en dan naar de Zeven, Zevenberg toe, motocross terrein. en dan het bosgebied een gedeelte ervan. Dus een behoorlijk behoorlijke oppervlak. Als ze nou bijvoorbeeld in, uh, in een van de omliggende dorpen uh, jullie nodig hebben, dan kan het zijn dat jullie daar ook mee moeten. Ja, we hebben een tabel heet dat. Uh, houdt in dat uh, moment dat bijvoorbeeld een omliggende post uh, een andere post erbij wil hebben, dan kijkt het computerprogramma naar van welke is dan op dit moment uh, dichtst in de buurt. En dan gaat die post wordt dan ook gealarmeerd en dan gaan wij de nabijgelegen post uh, ondersteunen. Ja. Met net wat voor uh, ja, melding er dan ook is geweest. J jullie zijn uh, nu uh, met z'n 18e. Correct. Um, jullie zijn nog op zoek naar een nieuwe collega, heb ik uh, begrepen. Dat klopt. Uh, Rini van Rodijnen, dat is op dit, dit moment een van onze oudste uh, collega's uh, die erbij uh, is. Die heeft aangegeven dat hij uh, volgend jaar 2017 gaat vertrekken. Houdt in dat wij daar ja, voorzorgsmaatregelen moeten gaan nemen en uh, dat uh, we dus een nieuwe uh, kandidaat nodig hebben, omdat hij toch zijn opleiding moet volgen. Die duurt uh, twee jaar, uh, twee seizoenen moet hij dan uh, mee de cursus uh, volgen. En op het moment dat, uh, ja, dat we iemand hebben, moet hij meteen uh, gaan starten met de cursus. En we zoeken dus iemand uh, die Rini kan uh, vervangen. Uh, Uiteraard is Rini niet zomaar te vervangen. Hij zal heel veel ervaring op moeten doen, wil hij het gelijke kunnen wat uh, Rini van Redijnen ook kan. Uh, Rini heeft dan, als hij in 2017 uh, zeg maar vertrekt, is hij twee of 33 jaar al bij Brandweer Berghem. Dus dat is al een behoorlijke tijd. Uh, maar goed, hij heeft dat aangegeven en uh, daar moeten we op anticiperen en zorgen dat we dus iemand anders gaan, uh, ja, gaan zorgen dat we die erbij gaan krijgen. Nou, wat voor eisen moet uh, diegene nou voldoen? Ja, we hebben daar ook met het kader flink over nagedacht. Uh, we zijn altijd een van de jongste korpsen geweest in de omgeving. Maar ja, 25 jaar verder dan uh, zie je toch dat je met het totale korps wat ouder uh, wordt. Dus we moeten uh, ja, jong bloed uh, in, ons, uh, in onze post hebben. Houdt in dat we eigenlijk jonge mensen zoeken die in Bergen uh, wonen. En als het even kan ook werken. Of in ieder geval dichtbij de kazerne werken. En uh, ja, dus als ze dan die eisen voldoen dan uh, zijn ze een heel goede kandidaat. Dus we... En qua leeftijd moeten ze dan? Uh, qua leeftijd. Ja, is meestal begint dat ergens rond uh, de 20, uh, tussen de 20 en de, en de, en de, en de 35, zou, uh, zou mooi zijn als dat, uh, als dat zou kunnen. En de baas moet ook nog een beetje flexibel zijn? De baas moet heel flexibel zijn. Uh, in die zin, ja, de baas moet toch toestemming geven als die pieper gaat, dat jij dus alles laat vallen. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat niet iedere baas daar blij mee is. Dus uh, we vragen ook vooraf uh, aan de werkgever: weet je het goed? als uh, jouw werknemer, zeg maar, deze, deze hobby gaat uitoefenen. Uh, en ondanks dat het een hobby is, het is eigenlijk ja, een, een, ja, een klein baantje erbij. Want je, ja, je bent gewoon inderdaad, zoals we het net over hebben gehad, uh, toch... Uh, ja, bijna verplicht om, uh, zodra die pieper gaat, om te komen. Ja. Daar zijn we ook eigenlijk wel aan de mensen van Berghem uh, uh, ja, verplicht om te doen. Ik bedoel, je, je, je hebt best wel een verantwoordelijke baan in dit, ge, dit geval. Uh, als je zelf voorstelt dat er ergens een brand zou zijn of een ongeval, weet je natuurlijk dat er zo snel mogelijk iemand is. Ja. En uh, ja, met deze mannen moeten we het dan gaan doen. Ja. Uh, Bos Bosberghem bestaat dit jaar 75 jaar. Jullie uh, gaan ook uh, iets speciaals doen dit jaar daarvoor? Dat is correct. Wij gaan uh, Binnenkort, 12 juni, gaan we een open dag uh, organiseren. Er is een uh, kleine commissie uh, uh, is er opgericht en uh, die mannen zijn er al uh, mee bezig om uh, alles, alle voorbereidingen uh, te doen. Uh, ja, met die open dag laten we diverse activiteiten zien wat een brandweer doet. En wat er allemaal aan veiligheid uh, in, het, in het huis wat je kunt doen en wat je kunt voorkomen. Uh, we doen ook andere uh, mensen uh, uitnodigen om uh, ons bij te staan, zeg maar, om, uh, om uh, hoe zal ik het zeggen, om uh, demonstraties, demonstraties heel, juist het goede woord, om demonstraties uh, te doen. En uh, ja, meestal is het een behoorlijke drukte op, uh, op dat moment. We proberen alles te organiseren rondom onze kazerne. Want die is ook open, heb ik begrepen dan? Die is dan open, ja. Dan kan iedereen kijken hoe dat bij ons uh, te werk gaat. En uh, als er dan toevallig een vrijwilliger, of tenminste een persoon is die uh, zich als vrijwilliger wil aanmelden, dan zou dat heel mooi zijn, natuurlijk. Dus, maar dat proberen we te combineren. Ja, Over de afgelopen jaren heel veel veranderd. Um, wat voor zie je voor de toekomst nog? Voor de toekomst. Voor mijn toekomst persoonlijk eh, zie ik mijn eh, jaren wel volmaken als eh, postcommandant. We gaan er ook eh, vol tegenaan, ondanks de bezuinigingen die, de bezuinigingen die er zijn geweest. Eh, daar zijn we met z'n allen niet eh, allemaal even blij mee dat het gebeurt. Het heeft eh, bepaalde gevolgen voor onze, voor onze post. In eerste instantie dus dat we van 20 naar 18 eh, personen gaan. Dus we moeten het met minder mensen doen. Dus de, de druk op de persoon zelf, op ons, die zal iets hoger worden. Eh, en aan de andere kant hebben we ons tweede voertuig, wat we al ja, sinds die uh, 25 jaar geleden dat ik erbij kwam. En we hadden het tweede voertuig gehad met een pomp erbij. Wat hebben we bijvoorbeeld bosbranden mee hebben geblust. Of als wij uh, een eerste uitdruk hadden en we hadden assistentie nodig, dan waren wij er eigenlijk altijd meteen bij. Uh, dat voertuig zal ook uh, niet meer uh, aanwezig zijn. Dus op het moment dat dat uh, zo is, uh, en er is dus een uh, bijstand nodig, dan wordt er een, post, een naastgelegen post gewaarschuwd. En die uh, zorgt dan voor bijstand. Maar dat zal wel iets langer duren als dat de burger gewend is. Maar nogmaals, we proberen in ieder geval uh, ons best te doen voor uh, de Berghemse gemeenschap. En uh, daar gaan we voor. Ja. Nou, in ieder geval heel veel succes, ook met alle bezuinigingen en veranderingen die eraan komen. En heel veel plezier en succes nog met de open dag die eraan zit te komen. Prima, dat zal, zal zeker lukken. En uh, bedankt voor jouw toelichting hier vandaag. Graag gedaan, dankjewel. Dit was weer een uitzending van TV Bergen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.